Als je barst van de ideeën om moeizame processen op de afdeling te verbeteren, dan heb je misschien de neiging om meteen tot actie over te gaan. Risico daarvan is dat je veranderingen doorvoert waar niet iedereen achter staat. Met een projectmatige aanpak voorkom je dat. Daarmee kun je gericht toewerken naar een eindresultaat dat door alle betrokkenen wordt gesteund. In deze video lichten we projectmatig werken toe aan de hand van een voorbeeld: het verbeteren van de overdracht. De overdracht op jullie afdeling loopt al tijden niet lekker en jij hebt als taak om hem efficiënter en effectiever te maken. Maar waar begin je? Dit is de kern van projectmatig werken. Formuleer een helder doel. Zet een resultaatgerichte samenwerking op met een duidelijke taakverdeling. Zorg voor de benodigde middelen. Voldoende tijd is bijvoorbeeld een belangrijke randvoorwaarde. Stel voor je project een beheersbare planning op in fases. Deel je project in 4 fases in. De initiatieffase, de definitiefase, de ontwikkelfase en de nazorgfase. In de initiatieffase bespreek je jouw idee met je opdrachtgever. Dat is meestal je opleider, de medisch manager of een staflid. Nadat hij of zij goedkeuring heeft gegeven voor je project, kun je aan de slag. Eerst moet je een goed beeld krijgen van het probleem. Door te praten met verschillende collega's wordt zichtbaar wat er precies verbeterd moet worden en welke gedachten zij hierover hebben. Kom niet meteen met je eigen oplossingen, maar sta open voor andere ideeën. Tijdens deze gesprekken kom je er bijvoorbeeld achter dat de AIOS die de patiënten moet overdragen ook voorzitter is van de overdracht en dat hij het lastig vindt om deze 2 taken te combineren. Of je hoort dat er bij de overdracht behoefte is aan structuur en tijdsbewaking. Of je maakt uit de gesprekken op dat je collega's het onderwijsaspect missen tijdens de overdracht. Het zou mooi zijn als ook daar tijd voor ingeruimd zou kunnen worden. Kortom, op basis van al deze gesprekken wordt helder op welke punten de overdracht verbeterd kan worden. Hiermee heb je de initiatieffase afgerond. Bespreek de voortgang met je opdrachtgever voordat je naar de volgende fase gaat. De tweede fase is de definitiefase, waarin je gaat concretiseren. Je gaat je projectdoelen en beoogde resultaten formuleren in een projectplan. Met je verbeterproject wil je bereiken dat de overdracht beter gestructureerd verloopt. Alle patiënten moeten goed besproken kunnen worden en er moet ook kort, bijvoorbeeld 5 minuten, tijd zijn voor onderwijs. Je gaat een team samenstellen en hangt een planning aan je project. Ook dit onderdeel bespreek je met je opdrachtgever. In de definitiefase is het ook verstandig om de betrokkenen in te lichten over je verbeterdoelen. Misschien kun je een korte presentatie houden op een gezamenlijke bijeenkomst, zoals een wetenschapsmiddag. Dan is iedereen direct op de hoogte. Op de wetenschapsmiddag introduceer je je nieuwe voorstel voor de structuur van de overdracht. Ook stel je voor dat de dienstdoende AIOS niet langer de voorzitter is van de overdracht. Een van de andere AIOS kan de voorzitterstaak op zich nemen, bijvoorbeeld voor een paar maanden. Dan komt de ontwikkelfase, dat is de doelfase. Jij en je projectteam gaan het verbeterproject nu daadwerkelijk uitvoeren. Alle betrokkenen zijn enthousiast over je verbetervoorstellen. Tijd voor actie. Je spreekt met een van de ouderejaars AIOS af dat zij de voorzitterstaak de eerste 2 maanden op zich zal nemen. Tijdens haar parttime dag zal een van de stafleden deze taak waarnemen. De nieuwe tijdstructuur is duidelijk, alles is geregeld. De eerstvolgende keer verloopt de overdracht op de nieuwe manier. Dan kom je in de laatste fase van het project, de nazorgfase. In deze fase beoordeel je of je project ook echt tot een betere overdracht heeft geleid. Dat kan bijvoorbeeld met een korte enquête, waarvan je de uitkomsten kunt presenteren op de volgende wetenschapsmiddag. Faceren is heel belangrijk, omdat de opdrachtgever van je project aan het eind van elke fase beslist of je op de goede weg zit. Eventueel kun je het project bijstellen voordat je aan de volgende fase begint. Zorg ervoor dat je als projectleider altijd in control bent. Je moet op elk moment weten en kunnen vertellen hoe het project ervoor staat. Het verbeteren van de overdracht is een voorbeeld van een relatief klein en minder gecompliceerd project. Grote projecten, zoals de ontwikkeling en de implementatie van een elektronisch patiëntendossier, verlopen via dezelfde fases. Alleen zijn die fases dan veel complexer. Later in je opleiding is het heel leerzaam om aan zo'n breed instellingsproject mee te werken.